Ik was van de week ook nog in de sauna, daar zag ik verschillende speulers. En zweten dat die jongens deden. Ik zei, is het niet een goede remedie dat jullie dat in de wedstrijd ook eens meer gaan doen? Meer zweten en meer erop kletsen. Aflevering 36 en 37 van Hansje. Eindelijk voor jullie. Terugblik Helmond Sport. 1-0 achter. Het was bij ons achterin even een geitenkaas. Of is het nou een gatenkaas? Het was niet geweldig, maar 3 punten is toch wel heel belangrijk. Daar maken wij geen punt van. Niet goed is ook goed. Volgens mij had Ronnie de Groot het geluk in zijn kont hangen. Het was een beetje Edgar Bijltjesdag. Dat was helemaal geen penalty man. Die keeper van hun die was zo traag als een schildpad. Hij kreeg wat geel ervoor. En de rendier van ons had hem 2 keer verrast. Eigen schuld, ik kreeg er nog van. Favoriete speulers, ik kan er eigenlijk maar 1 bedenken. En dat was Randy toch wel, met 2 doelpunten. Tegenstander vrijdag. Volendam met Krasstadion. Dat wordt krassen en een prijs winnen. Met trainer De Koning. Leven De Koning! Maar volgend jaar hebben ze een ander jonker als trainer. Voor hem is het terug waar het ooit begon. Verspelling, hun zijn op 16 en wij op 12. Dat moet toch kunnen of niet dan? Ik denk 1-3, 1-4 en een bosje paling voor onze speulers. Op de diekdeur. Of is de clubkast leegdeur? Die Johan Derksen, die zei in Veronica Inside negatieve dingen over ons. Die spoort echt niet. Sinds hij van de trap is geflikkerd, kun je hem bij IKEA inhuren. Kan die opnieuw in elkaar gezet worden? Volgens mij is hij nou niet goed in elkaar gezet. Als bouwpakket met schroeven en moeren. En die tekening van die snuil, die kreeg erbij. Dan duwen we RKC er even achteraan. Die stonden wel 7e, een hele goede ploeg. In de keukenkastjes competitie. We zullen eens lekker gaan koken in die mandenmakerskeuken. In Walwijk. De paashazen en de knienden werden geslacht in de goffelt. Ik zeg 2-1 voor ons. Ik zeg 4-0 voor ons. De paaseieren, die zoeken we later wel, na de wedstrijd. Een biertje erbij, lekker man. Dan heb ik de laatste tijd niks meer gehoord over die Belgische. Maar wij hebben een primeur. Kwangmyongsong Samo, Ihogi Wisong, Palsa, Songgong. 12월 10일, Pyongyangbukdo, Cheolsan-gun, Soye Wisong, Palsa-dang에서. Ze wilden het Goffertstadion overnemen, maar ze hebben zich vergift. Ze wilden het Goffertstadion overnemen, maar ze hebben zich vergist. Het is de Goffertboerderij geworden. Er komt een Aziatisch tapasrestaurant in. En wat denk je hoe die gaat heten? Ja, niet lachen hoor. Mr. Panda. Nou komt Marcel Boekhoorn wel heel erg dichtbij. Nou, hou je en tot volgende keer hoor. Goffertboerderij, Goffertboerderij.